We gaan naar een oude bekende, want ooit maakte ze haar debuut bij Omroep Flevoland, denk ik. 24 augustus 2021 tijdens ons open podium. Sanne Maaike Oudshoorn, moet ik zeggen, die was toen hier. Met, trouwens niet, ik zei net al nog wat je haar los, maar je had het een beetje, het was iets korter, denk ik. Kan, ja. Ja, je hebt het al laten groeien, je hebt nu een staart. Dus ik herkende je niet direct. Nee. Ja. Maar ja, dan komen jullie zoveel vergeven, toch? Over de vloer. Ja, jullie zijn vergeven. Gelukkig. Maar je naam komt nog wel bekend voor. Ja. Vertel nog even wie je bent. Je komt uit Almere. Klopt. En je bent, ben je singer-songwriter? Ja, ik ben singer-songwriter. Ja. Dat is zeg maar de droom. Dus ik schrijf mijn eigen nummers. En daarvoor heb ik ook een producer en een pianist. En ik speel in een bandje. Ja. Dus dat allemaal samen doe ik dan. Nou, de droom om singer-songwriter te worden, die is inmiddels dan uitgekomen. Ja, dan ben je. De droom echt... Om er echt van te kunnen leven en je beroep ervan te maken. Ja, dat is natuurlijk een lange, moeilijke weg. Zeker. Denk ik. En wat heb je eigenlijk sinds dat open podium gedaan? Toen je hier was. Nou, ik heb nog een nummer uitgebracht. Ja. En deze is nu net uitgekomen vrijdag. Januari regen. Mm-hmm. En heel veel optredens en lekker ontwikkelen en zingen. Ja, maar goed, heb je niet voor televisietalentenjachten en zo je ingeschreven inmiddels? Of nee. Wil je dat nog steeds niet? Nee, nou, ik kom er niet doorheen, dus ik heb maar een beetje opgegeven. Ja, moet je misschien een andere route gaan volgen? Ja, daarom dacht ik, dan ga ik nu gewoon echt focussen op mijn eigen muziek. En, ja. Ja. Want is die wedstrijd er ook nog? De beste singer-songwriter van Nederland of zo? Of ook voor nieuw aanstormend singer-songwriter talent? Ik heb het niet gezien. Ja, dat is al heel lang niet meer. Op nee, dat, 3 was dat. Ja, ja daarom. Dat is eigenlijk leuk. Ook niet meer. Wel heel leuk. Ja, ja. Dat zou leuk zijn geweest. En wat doe je dan nu om toch wat meer in de belangstelling te komen? Ja, ontschrijven natuurlijk en dan mailen. Ja, optreden. Ik heb laatst mijn eigen release optreden gedaan. Dus dan had ik voor op de dag dat het nummer uitkwam, heb ik een heel optreden georganiseerd. De 13e. De 13e. Vorige week, ja. Vorige week. Ja. Met mijn band, de Cuties. En dan ik heb 3 hele leuke meiden op de viool en celliste. Ja. En dan heb ik de pianist die ook drumt en past en alles tegelijk doet. Multi-instrumentalist. Ja, precies. Ja. En dan hebben we een gitarist erbij en daarmee heb ik dan opgetreden. En daar heb je eigenlijk een soort showcase gegeven? Ja, eigenlijk wel. En dan als prijs er bovenop was dan het nummer. Eigenlijk moet je dan nu in Groningen zijn, toch? Voor Eurosonic Noorderslag. Dat is de plek waar je je showcases moet geven. Ja, dat zou heel vet zijn. Maar is dat ook een plek waar je dan niet doorheen komt? Dan moet je daarvoor uitgenodigd worden? Of moet je opgeven? Moet je daarvoor uitgenodigd worden, ja. Ik heb nog nooit gehoord dat je je daarvoor kan opgeven. Een showcase is eigenlijk dat je een visitekaartje hebt. Ja. Wie ben je? En dan laat je aan de hand van liedjes en muziek horen wie je bent. Ja. Weten ze dat je bestaat, weet je? Doe je er alles aan om ook te zorgen dat ze weten dat jij bestaat? Ja, ik doe op social media heel veel delen. En YouTube en gewoon optreden. Dus ik doe wel mijn best. Maar soms is het ook heel moeilijk om te weten waar dat bergje nou het pad begint. Ja, dus. Ja, het is ook moeilijk. Het lijkt me ook frustrerend. Ontzettend. Want je weet gewoon niet hoe te starten en dan... Om dan ergens te komen is wel heel moeilijk. Er worden bijna een soort de juiste mensen veld vertrouwen. In een hooiberg vinden. Om zeker. De juiste mensen vertrouwen. Dat ook natuurlijk. Heb je daar al naar ervaringen mee? Nee, maar... Of mensen die je gouden bergen beloven en uiteindelijk niet van terecht komt. Ja, dat weet je dan. Maar dit en dit kan wel. En dan uiteindelijk gebeurt er niks. Dan denk je ook van, maakt niet uit. Maar. Waar leef je nu van eigenlijk? Wat? Ik ben tatoeëerder. Oh, je bent tatoeëerder? Ja. Oh ja, ik had nog niet gezien aan je. Nee. Het is wel een beetje... Maar, ik ben tatoeëerder. En ik werk ook in de horeca nog steeds. Omdat mijn agenda nog niet helemaal vol genoeg is om daar helemaal mijn baan van te maken. Dus, waar doe je dat? Ook in Almere? Ja, bij Tattoo Shop Mitchell. Tattoo Mitchell. Dat hadden we afgesproken dat je dat niet zou zeggen. Bij welke horecazaak werk je nou? Dat weet je dat ook niet? Nee. Oké, dat januari regen is natuurlijk een mooi liedje. Je zou het vandaag met je pianist Satis komen doen. Yeah. Maar Satis is ziek. Satis vanaf deze plek van harte beterschap. Inderdaad. Ja. Dus Arnoud heeft besloten jou te gaan begeleiden. Leuk, op de piano. Let's go. Ja. Ik breng je er zo meteen heen en ik loop ook weer weg. Maar goed, is het heel anders dan... Want je zingt het nu dan met de orkestband. Hij is wel anders. Met piano nemen we iets meer ruimte. Zeker. Ja, het is intiemer en we neemt iets meer ruimte voor vooral het spoken word gedeelte. Ja. Het is een best wel emotioneel nummer voor mij. Voor jou? Ja, persoonlijk. Ja, het is een nummer over de band tussen mij en mijn vader.
Vader is ook geboren in januari, dus daarom... Het regende veel op de dag dat jij geboren werd. Nee, mijn vader is geboren in januari. Oh ja, toen hij geboren werd. Ja. Nee, ik heb het nummer dan zeg maar in die manier vernoemd naar hem, omdat hij dan geboren is in januari. En de band tussen mij en mijn vader is niet altijd even goed geweest. En daar hebben we op een gegeven moment aan gewerkt. En in dat verwerkingsproces en in mijn therapie ook... ben ik dit nummer op een gegeven moment gaan schrijven. Waar komt die regen dan vandaan? Want januari slaat dan op de maand dat hij geboren is. Dat de band neerslachtig was. En het Mooi. Ja. Het trieste eraan. Ja, misschien ook een symboliek voor de druppels, tranen. Ja, eigenlijk wel. Hoe is dat inmiddels? Ja, stukken beter. Ja? We communiceren, we praten. Dit begon eigenlijk eerst als een brief naar mijn vader... over alles wat er was gebeurd. Mm. En toen is die brief uiteindelijk gevormd tot dit nummer. Heeft hij hem... Dat heeft hij gehoord, uiteraard. Ja, wat was de reactie? Ja, janken. Ja, de regen kwam uit zijn ogen. Ja, de regen kwam echt uit zijn ogen, ja. En weten jullie nu inmiddels waar het misgegaan is? Communicatie. En, dat is de key, hè? Ja, dat is echt de key. Ja. En dat... Dan kan je dat beter met muziek doen ook. Als woorden niet zo makkelijk komen, komen ze soms in de muziek makkelijker. Ja, soms hoor je vaker. Helpt dat met muziek dan... Dat zeg ik ook straks in mijn spoken word, dat... als woorden niks meer doen, misschien doet muziek dan nog wel wat. Mooi. En woont hij vlakbij je? Ja. Woont hij ook in Almere? Ja. Oh, oké. Okay. Dus je hebt in ieder geval de mogelijkheid om snel bij hem te kunnen zijn. Ja, tegenwoordig wel. Ja. Fysieke afstand is er in ieder geval niet. Nee, inderdaad. Is je moeder ook nog in beeld? Ja, zeker. Daar is ja. alles koekenaaien altijd geweest. Ja, ja. Hoe vindt dit het liedje dan? Ja. Want het gaat die jankt nog harder. Oh ja? Ja. Zit ze te kijken nu ook? Ik ga er wel van uit. Ja. Iedereen die het weet, die kijkt. Nou goed, dus dan mag je wat ons betreft gaan zitten op de kruk bij de microfoon. Ja. Neem plaats alsjeblieft. En dan gaan we luisteren naar Sanne Maaike. Eigenlijk dus met pianist, die is helaas ziek. Maar daarom is het nummer niet minder mooi. Het is een prachtig liedje. Het is 13 januari uitgekomen. En hier op de 19e, de donderdag, zingt ze het live bij ons. Sanne Maaike met Januari Regen. Heel veel toi 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 moet ik dan zeggen. Kunnen we niet even gaan praten? Gevoelens op de vrije loop laten. Gaan zitten en delen over wonden die nooit zullen helen. Over een hart dat heeft gestreden, al de pijn die is geleden. Je hebt woorden verzwegen omdat ik de waarheid vermeed. En mijn hart dat nu smeekt, voordat het breekt, praat met mij. Want de stilgevallen straten doen me denken aan de nachten met jou. En de woorden die we spraken waren nooit wat ik echt zeggen wou. Januari regen. Laat mij niet in de kou. Vertel mij over jaren van liefde, geluk, zon en dauw. Daag van mij, van jou. Laat mij niet alleen. Vertel mij over dagen van gezondheid geplukt zonder spijt. Een berouw, ja, dat ik nog heb. En nu rook ik steeds meer en eet ik steeds minder en het doet me zeer. Hoe jij mij verhindert van mezelf durven zijn. Want wat nou als ik precies word zoals jij? Maar jij was toch mijn voorbeeld, mijn groot ideaal. Een mens gemaakt van zorgen, liefde en staal. Dus misschien kunnen wij dezelfde grond vinden. Ons weder verbinden, voordat het ons zal verslinden. Stilgevallen straten doen me denken aan de nachten met jou. En de woorden die we spraken waren nooit wat ik echt zeggen wou. O januari regen, laat mij. In de kou. Vertel mij over dagen van liefde, geluk, zon en dauw. Daag voor mij, voor jou. Laat mij niet alleen. Vertel mij over jaren van gezondheid geplukt zonder spijt. Berouw, jaren die ik nog heb. Schiet de woorden tekort. Wellicht op muziek dan nog wat. Dan bouw ik een brug vanaf de mijne. Een brug naar jouw hart. En in die melodie vind je dan mijn pijn en verdriet. Van de wolk in mijn hoofd die jij nooit ziet. Want daarboven bij mij is het één grote leegte. Die ik graag zou willen vullen met liefde en vrede. Maar daarvoor heb ik jou nodig. Zoals eigenlijk elke dag. Daarvoor wil ik jou erkennen zoals in de vorm van mijn lach. Want zoveel van mij dat heb ik van jou. En wat ik eigenlijk zeg is dat ik van jou.
woorden die ik nog heb met jou. Heel mooi. Sanne Maaike uit Almere. Nieuwe single dus uit. Overal te luisteren, downloaden. Ja. Het lachje. Ben je blij dat het goed ging? Ja, ik ben blij. Ja, ja, dat is een heel mooi liedje. Dankjewel. Kan je het zelf nog wel droog zingen? Soms. Of doe je het een beetje naar buiten toe? Ik doe het een beetje naar buiten. Ja. Dat ik hier ook wel echt heel... Professioneel, emotie. Dat je denkt van, dit is een liedje en dat zing ik nu. Maar als ik echt ga luisteren naar mijn eigen woorden, naar mijn eigen verhaal... Ja, dan... Soms komt hij nog wel even heel hard aan en dan breek ik op het podium en dan zegt... Er zit inderdaad hele mooie zin in dat je denkt van, nou, dat je dit droog kan zingen. Ja, heel mooi. Ja. Goed. Nou ja, hou ons op de hoogte. Ga ik zeker doen. Hè? En mocht het nou ooit zo zijn dat je doorbreekt, vergeet ons dan niet en blijf dan ook gewoon komen. Ja. Dankjewel. Sanne Maaike, Oudshoorn.